De bestorming van het onmogelijke. Een boek over Max Reneman, maar een boek vooral over de protestbeweging, de happenings, de jaren 60. De kwaliteit van deze reportage is niet erg hoog, maar omdat heel veel mensen erin voorkomen die ook in die jaren 60 en 70 een rol hebben gespeeld, laten we u toch graag zien. Het ging om de presentatie van een boek over Max Reneman, dat heet De bestorming van het onmogelijke. En mensen als Theo Kleij, Kees Hoeken en vele anderen komen erin voor. Kijkt u en nogmaals excuus voor de kwaliteit. Dames en heren, er zijn van die tijden waarvan je achteraf denkt dat toen altijd de zon scheen. In zo'n tijd was het. Toen ik op een late zomermiddag buiten bij Hopper, Huub Matthijssen, een van de drijvende krachten achter het resistentieorkest, tegenkwam. Hij had zijn muziekinstrument bij zich, een viool waarop horen was gemonteerd. Huub was virtuoos. Dit instrument maakte het geluid als van een viool, maar dan een die 100 jaar geleden werd gespeeld, terwijl je er zelf voorbij zat. Wat wil je horen, vroeg hij. José Deux Amours, zei ik. Hij speelde en het spui veranderde in een toneel van tijdloze poëzie. Ik moest die middag nog naar Scheltema, waar ik met Corriari had afgesproken. We hadden in die jaren een bedrijf, News and Features, dat tot export van fotografisch, van het fotografisch oeuvre van Cor naar Parijs, Milaan en andere grote steden doende. Cor was er ook niet. Wel Wim T. Schippers, die met Willem de Ridder een paar dagen tevoren een limonadeflesje in zee had leeggegoten om de zeespiegel te doen stijgen. Dat is allemaal waar. Wim T. voerde toen in Scheltema een experiment uit. Verliet een gast het café, had hij de deurknop in zijn hand, dan riep hij de vertrekkende achterna, eruit! Vaak kwam zo iemand dan terug. Ik had een knal op je kaars. Veel laat op die avond, nadat Cor en ik ons directiegesprek hadden afgerond, gingen we nog even naar Hopper. Onderweg vonden we een leeg blikje en een paar kiezelstenen. Zette het blikje op een verkeerspaaltje en ging over tot de steniging. Een van ons plaatste de voltreffer. Zonder dat te hebben afgesproken, zetten we het Wilhelmus in. Ook al in deze jaren maakte ik kennis met de beeldhouwer en bronschieter René Nijssen. Die had een groter formaat op de Dam zetten. Deze en vele andere herinneringen schokken me te binnen terwijl ik dit prachtige boek van Marjolein van Riemsdijk las, bekeek en bestudeerde. Ik citeer een passage te vinden op pagina 98. Het gaat eerst over Theo Kleij, die zich had toegelegd op de luchtvaart door een lange reeks ballonnen op te laten. De constructie had een zodanig formaat dat de radar van Schiphol het geheel als een vreemd object noteerde. Luchtverkeer was en volgens Theo Kleij werd iedereen op een stuk groter door de vlieger. Eigenlijk is het een lange prothese van jezelf. Zoals u straks ziet, staat op de voorkant van de bestorming van het onmogelijke een foto van Max Reneman met een vliegerbril in de vorm van een vlinder. Op de achtergrond Icarus Theo Kleij. Piloot Reneman is hier volledig zichzelf. Zijn scherpe gezicht
met vastberaden blik, gericht op iets dat wij niet kunnen zien. In zijn blauwe mantel en met de zwarte muts op alles voorbereid. De tovenaar der hemelen. De blokken weg. Het is weer tijd voor de start. Opstijgen. Door de aanwezigheid van de koeien, let u straks maar op, door de en ze denken dat nog lang nadat Reneman en Klei stipjes aan de hemel zijn verdwenen. Koeien zijn dan ook geen dames en heren, ik zou hier graag het hele boek na vertellen, maar ik weet iets beters. Koop het. Hammers! Je kan er altijd afdingen. Ik kom tot mijn conclusie. Waarom is de periode die Marjolein van Riemsdijk beschrijft zo gedenkwaardig? Niets kwaad zeg, is een tijd waarin men het prijs opstelt professioneel te worden gevonden. Eens een stempeltje laten maken. Wie het gedaan heeft, weet ik niet. Ik beschouw het als het stempeltje van Fursus. Daarop staat concerned with insignificance. Wie dat niet begrijpt, zal nooit opstijgen. En daar gaat het om. Dank u wel. Max is nu bijna 23 jaar dood en er gaat bijna geen dag voorbij dat ik niet aan hem denk, omdat ik thuis omringd ben door zijn kunst en ook omdat zijn vrienden van de keerkring en als nou, bedankt voor het uitgeven en de schrijfster. Kees, maar van je kinderen hou je toch wel? Wat zeg jij? Je hebt toch wel eens een echt van een vrouw gehouden? Hè? Ik heb van alle vrouwen waar ik mee samen geweest ben, heb ik echt gehouden. En als je dat bij elkaar optelt, ja, wat dan? Kun je je voorstellen, dan is dat meer dan de grote liefde. Dan is dat de allergrootste liefde die je ooit kunt voorstellen. Ik ben een snor. En tot zover de bestorming van het onmogelijke. Het beeldmateriaal was niet echt perfect, maar de mensen waar het om ging waren er wel. Max Reneman, de keerkring en de collectieve verbeelding dus. Een fraai boek van uitgeverij Bres.